De nieuwe waterproductiecentrale te La Liberté te Komowijnen is vandaag in gebruik genomen. President Chandrika Prasad Santokhi zei dat met de realisatie van de ingebruikname invulling wordt gegeven aan een van de nodige vraagstukken die hoge prioriteit genieten in het district. En vandaag lossen we eentje op. Het drinkwaterprobleem. En we gaan door. Want ik heb die structuren, de DC en SWM al ontvangen op het kabinet van de president. En ik heb duidelijk gevraagd of met de knop vandaag heel Komowijnen wel voorzien zal zijn van drinkwater. En het antwoord is nog niet. En aan het nog niet moeten we gaan werken naar vandaag. De straten, de buurten, de wijken, de rechteroever van Komowijnen, oosten van Komowijnen, voorbij Tamaregio. En ieder en alle gebieden moeten drinkwater krijgen. En we kijken uit naar die voorstellen. Zoals de directeur SPM dat gezegd heeft, ze zijn ready om te komen presenteren. En u kan de uitnodiging krijgen nog voor einde van dit jaar. Zodat we snel de raadsvoorstellen kunnen opmaken. En VP's kunnen sturen en dit kunnen goedkeuren. En de financiële middelen vrijmaken. President Ronnie Brunswijk zegt dat de realisatie van dit project een gigantische vooruitgang is voor het gebied. In februari 2018 is het project gestart in opdracht van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij. Het drinkwaterproject is uitgevoerd in samenwerking met de Belgische Watergroep en die zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de beschikbaarheid van water in Komowijnen. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat er dagelijks 12 miljoen liter drinkbaar water geproduceerd kunnen worden met deze productiecentrale. Het gaat om een installatie van hypermoderne technologie die ook in andere gebieden van de kustvlakte zal worden ingezet in de toekomst. In onze nieuwsuitzending van morgen komen wij terug op dit gebeuren.